Hier komt de C1 aan. Nou, dat is geen misverstand over mogelijk. En komt op B1. Met Kevin Las voorop. Oké, we gaan nu over tot de huldiging. Voordat we gaan beginnen, Kees, mag ik eerst even nog iets zeggen over de D1. De D1 heeft een fantastische prestatie geleverd. Ze hebben 26 wedstrijden gespeeld en ze zijn met een voorsprong van 18 punten kampioen geworden op Houten en Huizen. En wat nog niet is voorgekomen, doordat ze kampioen zijn geworden in de hoofdklasse, promoveren zij naar de tweede divisie. En dat is in de geschiedenis van de Meren nog nooit voorgekomen. En daarom zal volgend seizoen zal de nieuwe D1 moeten spelen tegen Ajax D2, AZ D2, Utrecht D2, om als een paar tegenstanders te noemen. We feliciteren ook de leiders die heel bescheiden achter de jongens staan. Ook een beetje terecht natuurlijk, want dat zijn met name de jongens die het verdiend hebben. Maar ook het woord van de eer voor Anja Lafette, de trainer. En de leiders Ronald Vloos, Peter Baas en Marco Jansen. Daarnaast zie je die meneer staan, dat is Kees Breken. Die is namens de jeugdcommissie, zal hij bloemen aan de leider steken. Oké, mag ik Kees en Marcel de Grauw? Marcel de Grauw is van de jeugd, heeft geen vraag om de medailles te overhandigen aan de D1 speler. En de jongens die deel uitmaken van het team waren Mauro Elbing, Jelle Albert, Ruben Baas, Luc Brinkman, Martijn Pai, Nino Hoefakker, Giovanni van der Horst, David Jacobs, Sven Jansen, Tim Koot, Robin Kuijer, Pascal Lohman, Thijs van der Lucht, Bob Prins en Dave Sonbeek. Oké, gaan we nu over naar de huldiging van de C2. C1, sorry. Ik ben in ieder geval. Goed, allereerst de trainer. Dat is Kimje van der Horst en ik denk niet dat hij zijn voorbereiding mag staken. In ieder geval een hartelijk applaus voor Kimje van der Horst, de trainer. Verder bloemen voor Marco van der Hoven en dan leider Martin Vink. Marco die staat erachter. Oké. Goed. De medailles worden overhandigd aan Menno Vink, Douwe Terpstra, Tom Lid, Justin de Vos, Jasper Habers, Sander van Laar, Hassim Mammoet, Abel Prins, Stefan Kooi, Vinnie Anakooi, krijgt het nu overhandigd. Julio Walten, Jesse Olikamp, Sofian Sabloet, Tim Bijl, Ray
Reinier Dutro, Rogier Benschop, die gaat ons verlaten, die gaat naar FC Utrecht. Jorn Boutsma, Luc Spront, Jay Wakano, Tony van Veenendaal. En we wensen Rogier veel succes bij FC Utrecht. De C1 is kampioen geworden met 8 punten voorsprong op Roda en wederom Houten. En ook de C1 promoveert naar de tweede divisie. Daar waren ze 2 jaar geleden al eens in geweest. Dan weet Les nog alles van. Want die is toen ook nog in de beslissingswedstrijd gedegradeerd, dacht ik. Hè. Maar goed, ze zijn dus nu weer na 2 jaar terug op het oude niveau. De B1 heeft het heel erg spannend gemaakt, maar dat duurde tot de laatste wedstrijd. Maar ze hebben een fantastisch slot gedraaid. Door in een uiterst spannende competitie Alphense Boys en wederom Houten voor te blijven. Wat ook buitengewoon goed was, dat dit team praktisch een trainingsopkomst had van 100%. Geen enkele directe rode kaart incasseerde. En bijna de helft van het team ook nog uit spelers bestond die eerste jaar waren. Een compliment hiervoor. De bloemen zijn voor Rick Kruis. Rick die komt nog even bij, want die is dadelijk ook nog een zware job om zondag 1 de na-competitie in te loodsen. Joop Proce, de looptrainer. Robin van Wij, de teammanager. En Mo met Zagdoek, de trainer. De medailles worden nu uitgereikt en die zijn voor Lars Bootsma, Sam de Rooij, Trevor Mulders, Hede Huisman, Pieter de Wit, Sander de Rijk, Jari van Inge, Kesley Haag, Kamberen Karadag, Enes Najak, Redouan Nouargi, Fouad Damane, Niels van Hoven, Meneer Ouai, Trevor Mulders, Dustin van Doren en Indy van der Pool. Ik hoop dat we het genoeg hebben. Oké. Nou, dat was het zo'n beetje. We zijn dus de ruimstaat voor de tijd. Ik zou de B1 willen vragen om even hier naar binnen te lopen, even een erehaag te vormen, zodat de C1 daar doorheen kan lopen en de B1. En mensen, ik wens jullie een hele fijne wedstrijd toe voor vanmiddag. Welkom op het sportcomplex van VV De Meren, waar we zo meteen gaan beginnen met de wedstrijd. VV De Meren tegen Excelsior. Zo, dames en heren, we gaan over een aantal minuten beginnen met de wedstrijd VV De Meren tegen Excelsior. Ze wilden eigenlijk wat tijd trekken, begreep ik. Ze wilden later beginnen. Zoey was juist dat ze wat later zouden beginnen. Het doel van de wedstrijd is dat die andere ploeg die ook om 2 uur begint, ja, dan gaan ze maken.
Ik heb beter 5 minuten later Nummer 7, Hugo Peters. Nummer 8, Ruud Berger. Nummer 9, Jeroen Smeen. Nummer 10, Robert Koppen. Nummer 11, Wesley Vaas. De wisselspelers zijn nummer 12, Martijn Kroneman. Nummer 14, Sjoerd Vlasman. Nummer 15, Glenn Hemmers. Nummer 16, Van Armeen. Nummer 17, Steve Wotten.